Nou, dit is het dorp van Jabani Flutia. Wij zijn aangekomen met de auto. De auto hebben we daar even geparkeerd. En misschien dat hij thuis is, we zullen het zien. Oké, nou, hij was er niet. Hij is in het volgende dorp, zeggen ze. Want daar is hij, gaat hij naar de kerk. Nou ja, dat is ook iets wat we natuurlijk verwacht hadden na de laatste update. Dus misschien dat ik hem in Chinavica, dat is het volgende dorp, tref. En anders dan komen we later terug. Nou, als ik hem dus niet in het volgende dorp ontmoet, dan komen we waarschijnlijk terug op dinsdag. Dat is een dag dat de mensen niet werken, omdat het een taboe is om te werken op die dag. En ondanks dat Jabani Flutia een christen is, denk ik toch dat hij zich aan die dag zal houden. Omdat het ook gewoon lekker is om een dagje vrij te hebben. Dus nou, we gaan kijken wat we in het volgende dorp aantreffen. Alefa. Alefa. Akuri Jabani Flutia. Alefa. Dino Vovo. Ah, sisu manginki. Manginki. Ah, fal fal zai fatunga nere mamang vangenai. Eh, fal fal zai kua, sachi. E fachi hita nao tamela. Efa ela, pe. Van je hengel ni van Val Tsaro. Van mi vavakken mi vava ke janaril. Mi vavakken Tsaro. Oké, van gamba met die meriske van menin. Mi vavakken zo janaril. Van hij mi vavakken aan je mzou. Ja. Van niet te vinden. Even met de Tsaro de vinden van een lijf. Oké. Maar ik heb voor de Tsaro missie. Voor de mensen die man is. Jeka. Van Tamo Vena. Ah, van een oktober, in oktober, laat ik het. Maar in een dan tantara tam oktober, is het niet een probleem om niet samen te kunnen. Maar dan zal ik ook nog een slaan. En dan kun je geen kassier checken, dan is het niet zo dat je een jongen bent. Het is niet zo dat je een man bent. Je is laten zagen, maar dat je een man niet zo. Oké, van de haas niet van een rat? Ja, van de haas van een rat, dan is dat. Ja? Ik heb dan een keer een man, dus ik heb hier nog een wat aan het binnen. Ik heb een keer een man, dus dan is het een koe. Dan haas pas allemaal een vijf jaar aan het koe. Am zo vertoon zo. Ah, mag net. Bula natal niet oer, die hadden niet champ. Bula tam champi, dan op champ dan vertoon het dan. Waar am niet zanne kan nou? Tam niet zanne. Fati. Am zo vertoon het over Simon op Champsoen. Ah, zie dan ik in die van een ratie, am niet champi. Zie dan ik in van een ratie, am niet champi. Ah. Waar ne hengen koe, vertoonga ni Christiana Hafa, tetu. Ari nange dio ni tjarnau, arreu. Vertoonga tetu ni Christiana Mantulu. Ja. Nere kan pastere. De nanjokan de boel, de tatu. Jeka. Die van nishore kun jokot, am zo vertoon zai. Satie reu tunga tetu na dio ni tjarnau. Ai. Inu angat ni tjarnau. Nishi eu de gastatu, arake. E fomba ndazana satia da salama ngvatana dizy rehetra mampisavaretra reo dia nataona daholo kanefa sy nahitana ifaombiazana izany tamin'andriamanitra zahay dia nahita faombiazana fahasalamana fino efa masoto ny kristiana fa ny resaka tokony magnadio ny tsarinao masoto misy kitana ary ino atao amin'ny champy ary ny ody natao amin'ny champy dia menanjareo pastera dia pastera nany Nandur? Ami duro ni afu misi amne lala ni... Ami afu? Ami afu. Amne lala ni mese sushi. Ai, mas. Fa mafnat? Mafnat. So amzao mande... Mande fiangula na isen hirnan tanareu? Mande fiangula ni... Miara ka nisana ka nao? Miara ka nisana ku. Ni bari nao? Sim bari. Ari mapafali? Mapafali shad maparao. Mafnat. So... Waar is van boer? Dat die nou ni lala ni tantara lalanga faru. Dat die nou? Dat die. Inuna ni lalanga nou om zo. Ni lalanga nou om zo. De misie tenen wat dat bij boerje. Schaap zo nu. Maar dat die ni lekker dan in dan. Want die ni fakirezen na tena maar kan zo ftoen zo zo. Die pech ook wat kan toe. Ja, zo zo die familie zeg ik misie. Maar dat die nu die man zo. Dit zo'n favoriet en dat is zo. Zo even Nenga ni lalanga malalake. Nenga ni lalanga malalake. Teri. Mande yang yan? Mande yang yan. Dangetje. Dangetje. Mapnat. Atena mafal. Mafal. Mafal.
Ari van hier tjurtje nou van met je touw batisse? Geen naam in de missie wat touw batisse. Aan de missie uit een pasteur. Ja. Bafa, hoe is het dan met pompje van? Ja. Ja. Het ook weer batisse. Arme wanjek chandara. Makaskani. Viva van. Oh. Zo bullet. Am piano tsa janareo isi. Tia piano tsa na isi. Ah, ok. So ra meti ni fotona tau batisa janareo. Angamba, rau fina tsa panta show? Lara ki vola ta djevu, am nirna tumbuni di tau batisa. Mafnart. Ari bula haka sari kua? Bula haka sari kua. So ki te hita ku. Ai, mafnart. Bula mana na ni fane mesa na keli. Andrea, as a father. Tu as dit nou ni tantara. Ni tantara e fa ni saka fezai a tio. Miaraka a ti. Miaraka ni SD. So ti an gamba saro tsa mamaki. Fa am ni SD mi si tantara meti me hengu am ni telefon na am ni radio. Eka. Ge angatin ti don zan? Ja. Iki ma fangu mezana vimba bansena mena ni ya bani veltia wasa? Meti wanao. Meti u? Yeka. Je ngatau kuzar babansena, je mshauto nao zan manu chande chukamu mezana vimba. Si, si, soranga. Shachia, tia na hatukua yenao. Ai. Ma ume vietu za vachama falfal getu, amna lalani, kenu njimancha. Sinjita za vachama kutanga nareu, miana katunga vanareu tuzao. Ashani, apostoli, amzani, fiteni, makashkara. I'm zo even suki be en suki beko, you know. Mafna. Bula mana na ni tatara. Ni buki rui. Ni file sansari liuka. Am ni fiteni mura. Arini asani apostoli. Apostoli. Am ni fiteni mura kua. Iti kua. Fa. Ni tatara you. Even ma fante nou ni tatara. Iti. Jeka. Ma fante tu. Va ra te didi ku tsara bula sharp ni mamaki am nou. Bula sharp te dan ni mamaki am na. Ye te dida zani aris la te fus na am ni pavak. Ye ka. Ye fa di zetien tu din jeu ara ke avoki va ban jeu. Ye. Ki fanta tu mshain. Mafnart, mafnart. So ra man piasa ni SD. SD. Ati. Anatomy, SD, am ni telefoon met die mama ki ni, mi hengu ni stantara. Ni enwa? Ja. Mura. Mura. Fa shota nou fa nama kutsari enou? Shota nou kua, fa mananga vanahu, mananga nou. Eya. Bye-bye yo! Mangara kinka yo! Nou, en jullie hebben het gehoord, hè? Hij gaat dus nu naar de kerk. En ja, hij is ook van plan om zich te laten dopen. Dus dat is, ja, dat is geweldig nieuws. Hij zei dat hij nog wat onderwijs wil krijgen van de, ja, wat ze noemen hier de catechisant. Dus degene die onderwijs geeft. Die mensen hebben zelf ook Bijbels onderricht gekregen. Dus nou, dat zal wel goed zitten. En dan hoopt hij dus in de komende weken zichzelf ook te laten dopen. Maar er is natuurlijk ook nog iets wat hij niet verteld heeft. Hij was de koning van het dorp, de oudste, zeg maar. En als voorrecht, het voorrecht wat je hebt als koning is dat je in de Tranu B mag wonen. Wat eigenlijk het centrale huis is in het dorp. Maar in dat huis wordt ook voorouderverering toegepast. De toverdokter die verricht zijn daden in dat huis. Ze hebben daar ook in zo'n huis zeg maar allemaal tovermiddelen liggen. Nou ja, je raadt het al. Dat is iets waar hij niet meer achter kan staan als christen. En als zodanig mag hij ook van de mensen daar eigenlijk niet meer wonen. Dus de nieuwe koning, nou die was ook al koning, maar de jongere koning die had zijn intrek al genomen in de Tranu B. Nou was dat niet zo'n groot probleem, zei Jabani Flutia, want een paar maanden geleden hadden ze net een huis voor hemzelf gebouwd.
Je zou bijna zeggen dat het een vooropgezet plan was, maar dat denk ik niet hoor. Maar dat is een mooi huisje, een stevig huisje met metalen dakbedekking. Dus hij was eigenlijk helemaal niet ontevreden. Dus dat andere wat hij ook nog vertelde was dat de mensen hem nog steeds met respect behandelden. Nou, dat is goed natuurlijk. Maar ze zijn wel bezorgd, want omdat hij dus de voorouderverering achter zich heeft gelaten, gaan de mensen er eigenlijk vanuit dat er nu toch wel iets heel ergs moet gebeuren met hem of met iemand in zijn familie. Nou, Jabani Flotilla zei tot nu toe is dat dus niet gebeurd. En hij verwachtte ook niet dat er zoiets zou gebeuren, want hij vertrouwt nou op de Heer Jezus, zegt hij, en die is veel sterker. Dus dat is wel, dat is wel echt heel mooi om te horen, zeg maar. Ja, en als laatste, wat ook wel mooi is om met jullie te delen, is dat hij eigenlijk zei dat, en dat zei hij ook niet in het interview, hij zei eigenlijk van, ja, wat heb je eraan, hè, om koning te zijn, om in een Tranube, dus in het grote huis te wonen, maar om te zien dat je weg eigenlijk naar de verdoemenis leidt. En dat zei hij letterlijk op die manier. Hij zei, ik was op weg naar een eeuwigheid zonder de Heere God. Hij zegt, en dan heb je er helemaal niks aan dat je hier in het korte leven een beetje koning mag lopen uithangen, in een groot huis mag wonen en ja, alle voorrechtjes te hebben. En aan het einde van je leven ben je gewoon hopeloos verloren. Hij zegt, nu woon ik in mijn eigen huisje. Ik ben gelukkig. Ik aanbid de enige ware God, zegt hij. Ik ben gered door het bloed van de Heere Jezus. Hij zegt, en weet je, als ik dood ga, dan ga ik naar de hemel. Dus ja, dat is wel echt ontzettend gaaf dat hij dat gewoon inziet en dat hij die stap heeft durven nemen. Hij is een onwijs voorbeeld voor de mensen om hem heen. Mensen houden het ook erg goed in de gaten wat er allemaal gebeurt en hoe dat gaat. Ik denk dat dit toch wel eens een sneeuwbal effect kan gaan hebben. Maar we zullen het zien. Het is aan God. Hij is degene die dit soort dingen bewerkt en daar zijn we natuurlijk ontzettend dankbaar voor. Dus met jullie dankbaar voor dit wonderbaarlijke verhaal. Dus ja, prijs de Heere God. Hij is degene die het werk uiteindelijk doet. En ik wil jullie ontzettend bedanken voor de jarenlange support die we al hebben ontvangen. En ja, dit is een van de vruchten die we daarvan mogen zien. Dank jullie wel voor al jullie gebeden, voor jullie andere soorten van support. We zijn er echt heel erg blij mee.